Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve Leo. Voor de komende periode, midden april tot midden mei. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in je maan, jouw Venus, of dan wel je ascendant staat. Of kijk terug naar de april readings voor andere sterrenbeelden als de andere nog niet online staan. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Steun mij, help mij tot de 16.000 abonnees. Het is volledig gratis. Laat mij weten dat je resoneert met de boodschap. En het helpt het kanaal groeien. We gaan eens even zien. Ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde gaan bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier nog een half uur extra informatie uit proberen te halen. Ik ga overal nog extra kaarten leggen. En voor de liefde ga ik een splitsing maken tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Of op mijn website www.soulsearch.be. Daar kun je trouwens ook boeken voor privé-readings. Alles vind je daar. We hebben volhouden. De finish is in zicht. Het einde van een sprint, een marathon, een lange, vermoeiende wedstrijd. Periode. Het einde is in zicht, maar het is nog heel even volhouden. Even doorzetten, nog een laatste sprong wagen, nog een... Ja, even doorzetten. In cirkels ronddraaien. Als je het gevoel hebt continu op dezelfde rotonde te zitten, dezelfde vraagstukken je te stellen of te vragen, iedere keer dezelfde dingen tegen te komen, weet dat het niet altijd hetzelfde is. Weet dat je dichter bij de kern komt van het vraagstuk, het probleem. Weet dat je een karmische cyclus hier aan het afronden bent, maar het is inderdaad een cyclus. Dus het gaat iedere keer heen een laagje dieper in het vraagstuk of in het probleem, waardoor je tot de kern komt, in cirkels ronddraaien. Oké, probeer dus niet te veel in cirkels rond te draaien, in je hoofd vast te zitten. Dat mag ik nog weten voor mijn lieve Leo. Dank u. Tussen twee werelden. We zitten hier met één voet in het oude, grijze, vertrouwde, maar waar we onze kleuren een beetje kwijt zijn geraakt. En we zitten toch al met één voet richting het nieuwe, een nieuwe wereld waar je je kleuren terug hebt, waar de zon schijnt. Maar we zitten er dus nog een beetje tussenin. Dus met één voet in het oude, één voet in het nieuwe. En ik heb ook nog opruimen. Tijd om op te ruimen, ruimte te maken in je huis, in je hoofd, in je hart. De lentepoets, op te ruimen wat je niet meer dient. Dat kan dus inderdaad ook fysiek zijn, met ballast weg te doen, klerenkasten op te ruimen, alles wat jou niet meer dient, weg te doen, weg te geven. Oké, opruimen. Kan ook heel therapeutisch zijn namelijk, om het als we aan het opruimen en aan het poetsen zijn, dat creëert ook ruimte in je hoofd. Oké, we gaan het zien. Voor mijn lieve Leo, professioneel. Wat is de belangrijkste boodschap voor de komende periode? De 9 van Pentakels, independent, zelfstandig. Hier pluk je de vruchten van je eigen werk. Oké. Stabiliteit, overvloed creërende hier. En met de ster waterman energie ondersteboven. Het is heel apart, want op zich de ster ondersteboven kan spreken over depressiviteit, geen hoop hebben naar de toekomst. Heb je hier geen hoop op een zelfstandige activiteit, geen hoop op het overvloed dat je hier probeert te creëren? Of laten we hier een hopeloze situatie achter om onafhankelijk en zelfstandig iets te doen? Dat zou kunnen. We gaan het zien. Financieel, mag ik weten, financieel? Financieel heb ik de 4 van zwaarden ondersteboven. Hier, na een tijdje van heling en rust, pauze, wellicht een vakantie, ben je klaar om je tanden ergens in te zetten, om te vechten, vol te houden, door te zetten, te strijden. Wellicht. Maar had ik dat inderdaad voor april... Tijd voor, ik weet niet of jullie een sabbatical aan het plannen waren, op zijn minst inderdaad een vakantie, een reis. Nou, hier zijn we uitgerust en wel, en zijn we klaar om ergens voor te gaan, om financieel een bepaalde stabiliteit te creëren wellicht. Oké, finish in de liefde. Maar ik weet in de liefde. Voor mijn lieve Leon. In de liefde. De komende periode. De 4 van Pentakels en de 8 van Pentakels. Dus of mijn lieve Leo is inderdaad echt wel heel gericht op werk, stabiliteit creërende, hardwerkende. Heel veel pentakels. Dus focus op het werk, ja.
ergens energie insteken, nieuwe vaardigheden aanleren. Schilderen heb ik hier. En de vier van pentakels is, we beschermen onszelf een beetje. We houden vast aan, nou, maar dit heb ik nodig, dit is het minimum wat ik nodig heb. Dit is mijn innerlijke rust, dus dit heb ik nodig en daar werk ik hard voor. Dat kan een connectie zijn waar we koppen aan vasthouden en dat we zeggen van, we willen daaraan werken, we willen daar energie in steken, want we willen het niet loslaten. Dat kan. We werken ergens aan hier. Oké. Onderop heb ik de zon. De gelukkigste kaart van het deck. Hier ben jij. Hier straal je. Oké. De zon spreekt ook over verlichting. Of zo blij als een kind zijn. Oké. We gaan het zien. Ondertussen is mijn assistent Leo er ook weer bij. Professioneel heb ik dus een beetje hopeloze situatie of iets dat niet meer in de sterren geschreven staat en een onafhankelijke energie. Dus verklaar, de energie professioneel. Knappert. Ik heb de ridder van Kelken, de drie van Kelken. Oké. En de kracht. Hier ben jij vol moed. Doorzettingsvermogen, innerlijke kracht. What doesn't kill you makes you stronger. Hier geloof je ergens in. Met de drie van Kelk heb ik het samenkomen. Soul tribe energie. Iets te vieren hebben. Dus is het een hopeloze situatie alleen? Gaan we het nu samen doen? Dat kan. Want ik heb ook wel hier de ridder van Kelk. Iemand die naar je toe komt. Die nieuws heeft. Tuurlijk. Gooi alles maar even in de war. We gaan even zien. Wie is deze ridder en wat komt hij hier vertellen? Een aanbieding. Ja, komt hier ondersteboven. Dus let wel op. Dit kan iemand zijn die de waarheid een beetje mooier maakt dan dat het is. Die kan iemand spreken over een leugentje om best wil. De vier van staven. Dat creëert nieuwe stabiliteit. Iets te vieren hebben. Ik heb hier heel veel te vieren. Feestje wordt het. En de zeven van pentakels, ook wel echt wel een energie van, oké, pas op de plaats. Wat werkt er nu wel, wat werkt er niet? We zitten in de Mercurius retrograd, dus het is absoluut deze maand een periode van analyseren, analyseren, heroriënteren, herstructureren, herrangschikken. En analyseren doen we meestal als er iets niet werkt. Of niet werkt zoals we hadden gehoopt. Dus hier nemen we de tijd om te analyseren. Ik wil toch nog een kaart voor deze prins op het witte paard. De drie van staven en de acht van staven. Ik heb hier, het creëert wel een beetje stress, want er gebeurt veel tegelijk hier. Ik heb communicatie dat je aan kant op komt, wat een beetje stress creëert. Met de drie en de vier van staven, ik heb heel veel passie en stabiliteit hier. Je maakt plannen naar de toekomst, je bent je horizon aan het verbreden en dan is het wachten op de goddelijke timing. Dus deze persoon wil stabiliteit creëren. Misschien een beetje te snel. Ik heb eerder jij die hier zegt van, oké, wacht, pas op de plaats. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit organiseren? Laten we alvast de plannen maken. Ja. Dit is wel iemand die je inderdaad helpt om uit een vastzittende energie te komen. Dit is een mooie verdeling van energie, tijd of geld. Dus ja, iemand die jou hier iets aanbiedt, op goddelijke timing. We maken hier in ieder geval alvast de plannen. Je neemt de tijd rustig om te analyseren. Dit creëert heel veel stabiliteit. Dit vraagt ook wel kracht en moed om dit te doen. Maar met de drie van Kelken heb ik een partnerschap. Misschien zelfs vriendschappelijk is of liefdevol is. Ik moet zeggen, ik heb hier veel emoties. Dus dat kan ook zijn dat er privé iets gebeurt. De volgende fase, stabiliteit. We maken de plannen in ieder geval. Waardoor we het hier een beetje moeten analyseren. Hoe gaan we dat doen? Professioneel. Okay. Dus ja, je werkt hier hard. De negen van pentakels spreekt ook echt van... Dus je plukt de vruchten van je werk, je beloont jezelf voor je harde werk, je geniet van de financiële stabiliteit die je hier hebt opgebouwd, je geeft jezelf een cadeautje hier, je viert het leven. En voor mijn gevoel inderdaad, als we het een beetje alleen voelen,
Kan het zijn dat we hier een partnerschap aangaan? Oké. Okay. In het financiële heb ik de 4 van zwaarden. Na een tijdje van heling en rust zijn we klaar om ervoor te gaan, te vechten, te strijden. Klaar voor de strijd hier. De 9 van kelken, de magier. Nou. De aas van staven en de ridder van zwaarden. Ik heb hier een nieuw begin vanuit bezieling en passie. Hier heb je inderdaad je energie terug om iets te creëren, iets te ondernemen. Of dan wel een sexy nieuw begin. Ik heb mensen die zich daarmee bemoeien met dit nieuw begin. Wat dit nieuw begin creëert is een soort van droom die uitkomt. Emotionele vervulling met de 9 van kelken. Maar ondersteboven heb ik een teleurstelling. Mensen die zeggen dat dat niet oké is. Mensen die je proberen een beetje te manipuleren hier een andere kant op. Dus ja, ik zou dit allemaal willen verklaren. Ik wil even weten wie die ridder van zwaarden is. Mensen die zich ermee bemoeien. De koningin van zwaarden, de koning van kelken. Ondersteboven. En de 3 van zwaarden. Tja, als jij je passie wilt volgen hier, strijd lustig en gepassioneerd en wel. Kan het zijn dat er inderdaad gewoon een persoon is die emotioneel in de war is. Dit kan spreken over een derde partij, energie. Dan ben jij hier iemand die zegt van, ja, nee, hier doen we niet aan mee. Mijn innerlijke rust staat voorop. Regel je zaken en bel me als je klaar bent. Dus dat kan hier bijvoorbeeld een ontmoeting zijn. Ik weet niet wat dat financieel hier doet, maar een ontmoeting zijn waar heel veel aantrekking en chemie is. Maar die persoon is in de war, die persoon zit nog in een gebroken hart, energie of creëert dit een driehoeksverhouding? Er zit misschien nog een manipulerende energie onderliggend. Er zit misschien nog een ex-partner onderliggend. Jij stelt hier grenzen. Dit voelt wel als positief, maar er zit een kleine teleurstelling onder, omdat iemand zijn zaken niet op orde heeft of iemand emotioneel in de war is. Of dan wel. Nogmaals, jij hebt hier een plan, een project, een gepassioneerd nieuw begin. Dat financieel ook gevolgen heeft. Dan kunnen mensen een persoon zijn die, ja, die dat toch een beetje niet zo leuk vindt of zo. Dan heb jij zoiets van, daar is de deur, interesseert me niet. Ik ga lekker mijn geluk achterna. Ik ga de zon opzoeken. Jij maakt van je hart een steen. Misschien moeten we een hartje breken voor het geluk of voor dit nieuw begin vol bezieling en passie. Oké. Okay. In de liefde werken we hard aan iets waar we koppen aan vasthouden hier. De zon, ondersteboven. Kan het zijn dat we hard bezig zijn, druk bezig zijn met kinderen hier. Met de zon ondersteboven kan spreken over de schone schijn volhouden. Ja, alles gaat goed. Dus alles is goed. De koning van kelken hier recht overeind. Ik heb hier een liefdevolle koning. Vis kreeg schorpioen energie. Die niet in de war is en de toren. Is het liefde dat we niet zien aankomen? Dat kan. Voor de singles. Via het werk. Verklaar de toren. Verklaar de toren. De 6 van staven. Oké. Okay. De 7 van staven en de ridder van staven. Ik heb hier een sexy ridder. Die je niet ziet aankomen. Deze wil ervoor gaan, deze wil ervoor vechten, deze heeft een strijd overwonnen hier. Deze staat sterk, heel veel vurige energie. Dus Leeuwram Boogschutter met de wereld. Dit luidt het einde van de levensfase in en een nieuw begin. Dus ik heb hier een aantrekkelijk persoon. Pas op, dit kan. Ja, nee. Ik wou zeggen, dat kan ook jij zijn die je passie volgt. Ik heb heel veel passie. Creativiteit, ondernemerszin, vitaliteit, zin in het, iets te creëren, te ondernemen. Ja, verklaar dan de koning van kelken. Wie is dit en wat komt hij hier doen? De zon. De dwaas. Deze is klaar voor een nieuw begin. Ja, dan kan het zijn dat er dus iemand anders niet zo blij is met jouw nieuw begin.
dat hij eerst in de war is en dat hij hier dan toch zijn zaak op orde heeft gebracht. Mag ik nog één kaart voor deze koning van Kelken? Met de 3 van Kelken. De keizer. De 2 van Kelken. Dit creëert een beetje chaos. Want evenwicht tussen werk en privé. Ik heb hier iemand die zich best wel beschermt. Van, dit heb ik nodig, dit is het minimum. Dit is mijn innerlijke rust. Beschermingsmechanismen staan niet helemaal wagenwijd open hier. Heel erg gefocust op het werk. Maar dan komt er hier een beetje iemand je rust verstoren. Met de 3 van Kelken. Deze persoon kan ongelukkig zijn in de liefde. En dan hebben we de ontmoeting en dan hebben we het door. Dus springen we in het onbekende. Wellicht deze zomer. Dit kan absoluut wel daten zijn en genieten van de kleine dingen des levens samen. Maar dan heb ik wel of we drinken te veel, we feesten te veel. Want er zit weinig mate hier in het daten. Geen tijd om te werken hier. Dit kost veel energie. Voor deze persoon op zijn minst. Dus ja, ik heb hier een sexy ridder die een heel nieuw hoofdstuk inluidt. Dit zien we niet aankomen. Brengt de wereld een beetje op zijn kop. Hij ondertussen hard aan het werken en er niet helemaal voor open precies. Maar ik ben benieuwd. Ik ga er zo meteen een splitsing in maken. Tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dan mag ik als advies meegeven voor mijn lieve leeuw. Dus mocht deze reading voor jou resoneren, mag je mij volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. De 3 van zwaarden. Strek je handen uit naar anderen voor troost en liefde. Je zult hier sterker uitkomen. Verdriet dat met de tijd zal helen. De 3 van zwaarden. Pijn, breuk, verdriet, hartzeer. Ja, en die heb ik in het financiële. Wellicht dat deze ontmoeting een breuk met zich meebrengt. Of financiële veranderingen met zich meebrengt. Dat kan. Dan mag ik nog als advies meegeven. Dus strek je handen uit voor hulp, vrienden, mensen om je heen. Want het is een drastisch nieuw begin. Komt je wereld een beetje verstoren hier. De 9 van lente. Bescherm de vruchten van je arbeid. Bereid je voor op mogelijke uitdagingen op je pad. Milieubescherming. Mogelijke uitdagingen, je staat erboven. Ja, dit gaat niet van het leien dakje, maar we staan erboven. Ik heb hier zoveel doorzettingsvermogen, strijdlustige energie. We zijn ergens klaar om ergens voor te vechten. Jij of dan wel de persoon met wie je te maken hebt. Wilt ervoor gaan. Bescherm de vruchten van je arbeid. Ja, want je hebt van alles opgebouwd hier. En hier had ik ook dat feesten en zo. Dus bescherm wel hetgene wat je hebt opgebouwd. Focus je, probeer een balans te vinden tussen je werk en privé hier. Hou koppig vast aan wat je hebt opgebouwd, aan je werk, aan je stabiliteit. Er zijn dus wel veel lieve schatjes. De koningin van zwaarden. Laat mensen of dingen die je niet langer dienen los. En dat heb ik in het financiële. Het is een goede tijd om je te richten op je carrière. Ongetrouwde of gescheiden mensen. Je wilt je hier richten op je carrière, maar ik heb het gevoel dat het universum daar anders over denkt. Levenservaring, de toren. Laat overtuigingen die je niet langer dienen los. Een belangrijke, levensveranderende gebeurtenis. Een situatie die leidt tot opmerkelijke kansen. Levensveranderend, het creëert een heel nieuw hoofdstuk. Een sprong in het onbekende met de dwaas. Het is een van nul af aan beginnen hier. Neem je de tijd om inderdaad te rusten, vakantie? Kom je vol energie terug of heb je een ontmoeting? Toch eens een reis gaan boeken nu. De 3 van pentakels. Volg je passie, ook wat je werk betreft. Wees de beste in wat je doet. Beloond worden voor je creatieve talenten. Creativiteit, absoluut. Ondernemerszin heb ik hier ook. Oké. Wat is nog een belangrijke timing? Voor mijn lieve Leo. Nog een belangrijke boodschap. De komende periode. Laatste kwartier in Kreeft, dat zal begin juli zijn. Neem een adempauze. Neem een pauze, dan kom je hier sterker uit.
krachtiger, energieker, vol passie en bezieling. Misschien een nieuw plan of project dat je wilt creëren hier. En ga wild, mijn lieve leeuw. Dit is jouw volle maan. Die hadden we in januari, 25, komende 25 januari. Hebben die weer. Ga wild. Jij straalt hier. Je bent best wel aanwezig in deze reading. Dus schijn je licht, ga wild. Out of the comfort zone. En dan, alles komt goed. Wilt eruit komen. Wij, je engelen, zijn aanwezig. Om je te koesteren, te beschermen en te genezen. Vertrouw op de genezende kracht van liefde. We houden meer van jou dan je ooit zal weten. Alles komt goed. Nou, wat ik zeg, als jij je focust op het werk, ik heb het gevoel dat het universum denkt, nee, het is tijd voor liefde. Het is tijd voor een nieuw begin. Compassie. Als je meer compassie toont voor jezelf, met jezelf, reageert het universum automatisch door je te overladen met meer zegeningen. Compassie. Heb compassie voor jezelf. Mijn lieve Leo, ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Laat het me weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like als je hier nog bent. Deel. Abonneer je. Is volledig gratis. Laat mij weten dat je resoneert met de boodschap. Ik ga hier verder op borduren. Dus mocht deze reading voor jou resoneren, mag je mij volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet. Ik wens je een magische, mooie maand. Periode. Ga wild. Maar neem ook even een adempauze. Het is tijd voor een sprong in het onbekende hier. Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Ik stuur je alle liefde en lichten voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.